Zo, goedenavond allemaal. Welkom bij het gesprek van de maand. Een gesprek waarin we elke maand met 3 gasten ingaan op een aantal onderwerpen uit de actualiteit. Ik zal proberen mijn achterkant ook wat ruimte te geven. Mijn naam is Jante Mosselman, ik ben redacteur hier. Oh, en zo? Beter? Erin praten. Nou, ik hoor mezelf vrij goed. Mijn naam is Jante Mosselman, ik ben redacteur hier in de Bali. En vandaag praat ik met Pim Takkenberg, directeur cybersecurity bij Nordwave. Lisbeth van Tongeren, nummer 6 op de lijst van GroenLinks. En Willem Vissers, sportjournalist en schrijver. Het zijn steeds 3 korte gesprekken en daarna krijgt u ook de gelegenheid om vragen te stellen. Meneer Takkenberg, wilt u aanschuiven? Welkom. U bent eigenlijk dé expert op het gebied van cybercrime en cybersecurity, heb ik vernomen. Nou, dat hebben ze mooi ingefluisterd. Dank u wel voor het compliment. Ja. Begin februari werd bekend dat we in plaats van stemmen via de computer toch allemaal weer onze rode potlood erbij zullen pakken en op papier zullen stemmen op 15 maart. En ik vroeg me af, waren ze in paniek toen ze dat bedachten? Wat denkt u? Nou, ik denk dat paniek misschien een groot woord is, maar ik denk wel dat we de laatste periode meerdere voorvallen hebben gezien waardoor we toch ernstig vragen stellen of dat met name het geautomatiseerd stemmen nou wel zo verstandig is. En ik denk, zolang je daar niet absolute zekerheid over hebt, dat het verstandig is om inderdaad weer even terug te gaan naar de bekende methode. Dus het is wel een goede oplossing? Ja, dat denk ik zeker, want er zijn te veel vraagtekens in hoeverre dat nou wel echt volledig veilig is en ook goed onder controle is vanuit de overheid. En dan kun je denk ik beter maar alle zekerheid nemen. En hoe werkt dat dan precies? Dus zou iemand bij die stemmen kunnen? Denkt u? Ja, nou ja, goed, dat is natuurlijk het ergste scenario wat je kunt bedenken. Hè. Er zijn verschillende manieren. Nou, misschien moeten we opnieuw beginnen. Harder praten. Oh ja, het werkt wel goed. Het kan natuurlijk op verschillende manieren. De meest erge scenario is dat daadwerkelijk de stemmen die worden uitgebracht door de mensen, dat daarin gemanipuleerd gaat worden. Dan moet je ook wel redelijk ver voor gaan om dat te kunnen doen. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk veel meer niet zozeer over in hoeverre dat je de verkiezingen letterlijk kunt hacken, maar dat je gewoon ze kunt beïnvloeden en daarbij kunt manipuleren. En dat is het vraagstuk wat eigenlijk voor ligt. Dat is ook wat de Amerikaanse inlichtingendiensten zeggen dat er gebeurd is, dat de verkiezingen in Amerika beïnvloed zijn. Maar op welke manieren is dat dan precies gebeurd? Nou, ze noemen dat eigenlijk wel een klein beetje hybride oorlogsvoering. En met name statelijke actoren, en er wordt dan gerefereerd aan Rusland, maar er zijn andere grote statelijke actoren, hebben daar belang bij om dit soort processen te beïnvloeden. En dat doen ze eigenlijk op 3 manieren. Aan de ene kant door gewoon hacks uit te voeren. Dat kan zijn letterlijk op de verkiezingen zelf, maar vaak ook op partijen die bij de verkiezingen een belangrijke rol spelen om informatie te kunnen stelen. Het gaat voor een deel over fake informatie naar buiten brengen. En het gaat voor een deel ook om informatie naar buiten te brengen die uit die hacks vergaard wordt, waardoor je het proces kunt beïnvloeden. En heeft u eigenlijk van alle 3 een voorbeeld? Nou, nou hoor ik mezelf helemaal niet meer. Nee. Oh, en nu weer heel hard. Het wordt een spannende avond dit. Ja. Ja, of ik relaxed blijf. Nou ja, we beginnen gewoon een keer opnieuw. Ja. Ik denk het voorbeeld wat we in Amerika hebben gezien was echt een voorbeeld waarbij inlichtingendiensten, of er zijn sterke aanwijzingen dat dat hackers zijn die gelieerd zijn aan Russische inlichtingendiensten, een politieke partij hebben gehackt en informatie die ze daarbij hebben buitgemaakt, gericht hebben geopenbaard. En daar zit dan stukjes informatie in die zo'n politicus in een wat lastig pakket kan brengen. Interne e-mailtjes die zijn verstuurd waarin je misschien toch wat minder genuanceerd een standpunt inneemt dan dat je publiekelijk zou doen. En dat brengt je in een wat lastig pakket, waardoor uiteindelijk een kiezer kan besluiten om toch niet op de Democraten, maar op de Republikeinen te gaan stemmen. En op hoe grote schaal is dit gebeurd, denkt u, in Amerika? Nou, wat ik zelf daarvan heb gelezen is dat gewoon een van de partijen, dat daar gewoon een aantal medewerkers van zijn gehackt. En dat die mailboxen integraal ook gewoon op Wikileaks zijn geplaatst. Dus dat gaat al best heel ver. Ja, Clinton heeft u het over. Ja. Ja, onder andere. Ja. Ja. Ja, en ook nog iemand van de congrespartij is ook gehackt geweest. Dus er zijn meerdere mensen geweest die op die manier gehackt zijn geweest. Ja. En dat fake nieuws, dat is hier natuurlijk ook in, je hoort dat ook veel over Nederland, bijvoorbeeld met het Oekraïne-referendum.
Ja. Kunt u daar iets over vertellen? Ja, het is recentelijk ook een beetje in het nieuws gekomen. Hè? Ik geloof dat een van onze politici daar zeg maar ook een rol in heeft gespeeld. Nou, wat bekend is, is dat met name vanuit Rusland, ze noemen dat met een mooi woord trollen, er echt een groeperingen zijn, bijna in een bedrijfsmatige vorm, die hun werk ervan hebben gemaakt om fake news te publiceren. Om daarmee zeg maar ook de situatie te beïnvloeden. Het zijn letterlijk ook gewoon bedrijfjes die bij elkaar zitten, mensen met een bedrijf die bij elkaar zitten, die niks anders doen dan dat soort informatie naar buiten brengen. Rusland is bijvoorbeeld vooral bekend omdat ze daarmee met name de ideeën van buitenlandse landen over de situatie in de Oekraïne willen beïnvloeden. Mm-hmm. Wat niet heel positief voor Rusland is. En op die manier proberen ze daar toch weer wat aan te doen. En hoe moet ik dat dan voor me zien? Zijn daar ergens in de middle of nowhere, staan daar allemaal grote fabrieken waar mensen zitten te werken achter computers? Nou, het is wat gerichter. Dus het zijn meer organisaties van een man of 5, 6, 7, 8. Gewoon kleine bedrijfjes, maar die heel gericht wel bezig zijn om eigenlijk marketing te organiseren. Dus ze proberen heel vaak Russische of Oekraïnse soldaten bijvoorbeeld in een slecht daglicht te brengen door het nieuws te verspreiden dat een Oekraïnse soldaat een minderjarig meisje zonder aanleiding heeft verkracht. Mm-hmm. Waardoor er een heel slecht beeld ontstaat over hoe Oekraïnse soldaten bijvoorbeeld netjes met mensenrechten omgaan. Dus heel gericht. Dus het zijn niet hele grote fabrieken met mensen, maar gerichte groeperingen die bewust daarmee bezig zijn en dus veel resultaat kunnen veroorzaken. En wie betaalt die bewegingen? Ja, dat is een goede vraag. Als ik dat echt wist, dan had dat ook nog een voordeel gehad. Maar het lijkt er gewoon heel sterk op dat dat één op één wel gekoppeld is aan wat de Russische overheid voor plannen heeft. Met name Poetin is zelf een oud inlichtingenman. Heeft vroeger ook leiding gegeven aan de KGB of de FSB, zoals dat heet. Dat zijn de inlichtingendiensten in Rusland. En gebruikt dat apparaat ook als instrument om zijn politieke ideeën na te gaan leven. En die relaties zijn wel vaker aangetoond. Ja. Ik las ergens dat we bijna gaan leven in een cyberkoude oorlog. Is dat overdreven of klopt dat wel? Nou, ik vind dat wel weer heel ver gaan. Wat je wel ziet is dat er een nieuw speelveld aan het ontstaan is, waarbij eigenlijk weer alles een beetje gereset is. Dus het internet is kun je eigenlijk zien als een soort vijfde domein. En de klassieke domeinen waar oorlogsvoering plaatsvond zijn land, lucht, water en ruimte. Daarin is wel redelijk helder hoe de krachtverhoudingen zijn. Mm-hmm. Daar heb je ook letterlijk fysiek sterke legers voor nodig om daar de baas in te kunnen zijn. Het vijfde domein, het internet, is natuurlijk eentje die door de mensen zelf is ontwikkeld. En die is ook een beetje kenmerkt door afwezigheid van afstand en tijd. Dat zijn vrij relatieve begrippen. Dat maakt ook dat wie daar het sterkste is of het meeste invloed heeft, eigenlijk een soort van nieuw speelveld is wat ontstaat. En daar zie je wel interessante ontwikkelingen. Je ziet met name dat vanuit de Russische zijde daar veel aandacht voor is, dat die dat ook veel gebruiken. Maar onderschat bijvoorbeeld ook niet de Chinezen, die het veel meer doen, maar dan in de vorm van economische spionage. Maar wel heel nadrukkelijk bezig zijn om een sterke internationale positie te verwerven, waardoor de machtsverhoudingen in de wereld wel gaan verschuiven. En hoe grote speler is Nederland hier dan op? Nou, ik zou bijna zeggen, gelukkig is Nederland niet een hele grote speler. En volgens mij wordt het ook allemaal wel erg ingewikkeld als je daarin een grote speler ook gewoon bent. Ik weet wel vanuit mijn verleden dat Nederland de dingen die ze doet, heel goed doet. Dus wij hebben een goed politieapparaat en een goed inlichtingapparaat dat als ze onderzoeken doen naar cybercriminaliteit of cyberspionage, daar echt wel goed toe in staat is. En gelukkig is Nederland ook niet een land wat zich bedient van dit soort methodieken. Wij zullen niet proberen een buitenlandse opinie te beïnvloeden door fake news te gaan verspreiden. Gelukkig hebben we daarvoor vrij goede democratische waarden, waar we allemaal naar leven en daar ben ik ook wel trots op. Dat is fijn om te horen. Ik wil even, eigenlijk ook wel enigszins geruststellend. Ik wil even terug naar iets anders. Ik las dat in januari werden de politieken gebriefd over alle digitale inbraken. En dat gebeurde achter gesloten deuren. En ik dacht, misschien heeft u wel een idee van wat er toen gezegd werd. Op wat voor niveau is dat? Nou ja, dat zou impliceren dat ik achter diezelfde gesloten deur heb gezeten. Dat was niet zo. Mm-hmm. Maar is dat soms wel zo? Er zijn natuurlijk in een aantal settingen wordt heel bewust gekozen om met een wat kleiner publiek wat informatie te delen, omdat die vaak inzicht zou kunnen geven in informatieposities die inlichtingendiensten of politiediensten hebben. Mm-hmm. En je wil niet dat dat bekend wordt, want nee. Als met name de buitenstaanders weten waartoe je in staat bent, dan is de kans groter dat je die informatie niet meer kunt verzamelen op die manier. Wat daar in algemene zin, denk ik, besproken wordt, wat vrij logisch is, is dat politieke partijen wat meer beeld krijgen bij hoe werkt dat nou precies dan. Hè? Hoe
word je nou uiteindelijk aangevallen? Wellicht als individu of als partij. Mm-hmm. Hoe werken dit soort hackergroeperingen nu? Wat halen ze dan bij je weg? Waarom zou je kwetsbaar kunnen zijn? En een van de dingen die in die recente aanval ook veel zijn gebeurd, dat zijn de zogenaamde spear phishing e-mailtjes. Ja. Dus je krijgt heel gericht een e-mailtje toegestuurd, wat goed voorbereid is door zo'n groepering. Die zoeken echt dan heel veel informatie over jou uit. En die gaan dan een gerichte e-mail maken die klopt. Vaak is het afzenderadres ook nog vals en nagemaakt. Dus het lijkt nog van iemand af te komen die je kent. Of het refereert aan een bijeenkomst waar je net bent geweest. Mm-hmm. En dan proberen ze je altijd te verleiden, eigenlijk te manipuleren om op een linkje te klikken. Of op een bijlage te klikken en die te openen. En dan gebruiken ze eigenlijk jou om een computer te kunnen overnemen. En als ze dan een computer overnemen, is het vaak vrij makkelijk om verder stapjes te maken binnen de omgeving. Dus als iemand eenmaal in een computer is, dan kan hij vrij makkelijk naar andere computers? Ja, het is eigenlijk ook een beetje met een groot slot, zolang, een kasteel. Op het mm-hmm. moment dat je over de brug heen bent en door de muur heen bent, ja, daarbinnen is het vrij makkelijk rondlopen. Maar om één keer binnen te komen is vrij ingewikkeld. Dus heel vaak zie je in de praktijk bij bedrijven dat ze op digitaal gebied de buitenkant redelijk goed hebben beveiligd. Maar als je één keer binnen bent, loop je vrij makkelijk ook digitaal door de omgeving van het bedrijf heen. En kunnen we dan niet daar een soort van tussendeuren? Nou, dat is een hele goede suggestie. Dat roep ik ook altijd, dat je dat moet gaan doen. En dan kun je bijvoorbeeld ook bij mijn bedrijf terecht en wij kunnen je daarbij helpen. Dus dat is ook nog handig. Maar uiteindelijk zit daar natuurlijk wel de oplossing in. Als je kijkt naar überhaupt ook bedrijven die aan fysieke beveiliging meer hebben gedaan, die hebben ook niet alleen aan de buitenkant een deur met een slot, maar daar zit ook vaak een bewaker. En als je één keer binnen bent met je pasje, dan zijn er zones. Je kunt niet zomaar met je pasje in iedere zone komen. Sommige zones zijn hoger beveiligd en dan heb je andere rechten voor nodig. En digitaal kun je natuurlijk precies dezelfde oplossingen aandragen om op die manier je netwerk wat meer te segmenteren mm-hmm. en te beveiligen. En hoe goed zijn die politici, denkt u, nu in het beveiligen van gegevens? Ik hoorde wel dat politici vaak nog ook privé-mail gebruiken. Servers vaak wel, niet helemaal veilig staan, ook thuis staan. Ja. Nou, als ik het helemaal wist, zou ik het volledig antwoord kunnen geven. Wat ik daarvan hoor en in het nieuws ook gewoon zie, stem mij nog niet heel erg gerust. Dat zijn vaak toch een beetje, de wat knullige voorbeelden van hoe het vooral niet moet. Er zijn denk ik verschillende manieren om daarna te kijken. Ik denk bijvoorbeeld als je kijkt naar mensen die in de Tweede Kamer zitten, die hebben altijd ook een e-mailadres van de Tweede Kamer. De Tweede Kamer en de omgeving daarvan wordt door een overheidspartij opgezet, word ik goed beveiligd. Daar heb ik echt wel alle vertrouwen in dat dat vrij goed wordt gemonitord. De politieke partijen zelf hebben vaak ook nog een eigen omgeving die mm-hmm. ze zelf moeten opzetten of moeten zorgen dat die wordt opgezet en moet worden beschermd. En ik zie politieke partijen dan ook maar een beetje niet als een grote multinational of een groot bedrijf, maar als een MKB-bedrijf. De ervaring leert heel vaak dat dat soort bedrijven daar toch te weinig oog voor hebben en te weinig aandacht aan hebben besteed. Dat maakt ook dat ze kwetsbaar zijn en dat je op die manier vrij makkelijk binnen kunt komen. Los daarvan, los van de techniek, denk ik dat ook heel belangrijk is dat de mensen die gebruik maken van techniek zich heel bewust zijn van de risico's. Dus dat ze snappen hoe die risico's zich kunnen openbaren, maar dat ze vooral ook goed nadenken hoe ze die risico's kunnen voorkomen door het goede gedrag te vertonen op het juiste moment. En wat zijn grote risico's, de grootste risico's voor een politicus, maar ook voor een burger? Nou, de laatste tijd zie je dat heel veel aanvallen eigenlijk beginnen met zo'n phishing mail of een spear phishing mail. Dus je krijgt een e-mailtje waarvan je misschien aanvoelt, klopt het nou wel, klopt het nou niet? En op het moment dat er ook maar een klein alarmbelletje afgaat, dan moet je eigenlijk heel goed onderzoek gaan doen en gaan kijken of het ook wel juist is. En zeker als daarin een linkje zit of gevraagd wordt ergens op te klikken. Dat is toch nog steeds de grootste aanvalsvector die criminelen tegenwoordig gebruiken. Om jou eigenlijk te manipuleren om iets te doen waardoor zij binnenkomen. Dus daar moet je echt heel erg alert op zijn. U bent begonnen als politieman en u had het er net ook al even over, dus dat u soms wel contact heeft. Hoe werkt die communicatie tussen de politie, maar ook de IVD, de politiek en het bedrijfsleven? Zijn die in dit soort zaken nauw met elkaar verbonden? Omdat, wij merken hier iets, dan merkt u daar ook iets van? Staan die goed in contact? Nou ja, in algemene zin is die samenwerking best wel goed. We hebben in Nederland een instituut, dat heet het Nationaal Cybersecurity Centrum, wat onderdeel is van de NCTV. En dat is de organisatie die in de lead is op het moment dat er gaat over onze nationale veiligheid. En met name op digitaal gebied heeft het NCSC daarin een regisserende rol. En die doen continu zorgen dat ze in bepaalde sectoren deze partijen bij elkaar brengen. Dat noemen ze
zogenaamde ISACs, zijn Information Sharing and Analysis Centers. En dan heb je per sector, bijvoorbeeld een financiële sector of een energiesector, dat erin de relevante partijen uit het bedrijfsleven aangesloten zijn, maar ook een inlichtingendienst, ook een politiedienst en het NCSC zelf. En die delen met elkaar informatie over of hele concrete aanvallen die er zijn, of veel meer inzichten die ze met elkaar hebben opgedaan, of best practices. Dus op die manier wordt die samenwerking enorm gestimuleerd en wordt die vanuit de overheid ook wel geregisseerd. Dus dat geeft in die zin veel vertrouwen over dat we lering trekken uit de dingen die we individueel opdoen. Mm-hmm. Voor ik naar de zaal ga, wil ik u nog één ding vragen. U zegt dat u best wel vertrouwen heeft. Dat is hoopvol. Dit gaat alleen natuurlijk wel steeds verder. Dus uiteindelijk heb je denk ik een soort van wapenwedloop tussen de cybercriminelen en de overheid, maar ook de bedrijven en de burgers. Is het uiteindelijk bij te lopen voor een land als Nederland? Ja, dat denk ik uiteindelijk ook wel weer, want daarin is digitale criminaliteit niet anders dan fysieke criminaliteit. Ook daarin zie je altijd een wapenwedloop tussen criminelen en zeg maar slachtoffers of bedrijven of de overheid. Het is soms wel wat lastig. Ik denk wel dat we vanuit de overheid en vanuit ook de consumenten iets te laat zijn wakker geworden over de risico's en ze onderschatten. En mijn appel is wel om daar heel erg bewust van te zijn wat die risico's zijn en het serieus te nemen. Alleen dat is een eerste belangrijke stap om vervolgens de goede maatregelen te kunnen nemen om jezelf er tegen te beschermen. Oké, okay. Dank u wel. Zijn er vragen? Ja? Ik ben zo'n Kamerlid die ook een instructiesessie gehad heeft van dat Nationaal Centrum. Ik heb nu op de hele handel 2-factor authenticatie zitten. Ik kan alleen mijn iPhone met mijn vingerafdruk open krijgen. 6-nummerige code. Maar die hele handel helpt dus niks. Want u zegt net, het grootste gevaar is een e-mailtje waar jij dan toch op klikt. Dus heeft dat nou zin om je iPhone zo strak te vergrendelen? Of is dat eigenlijk meer ja, een soort kunstmatige geruststelling voor politici? Nou, het goede nieuws is dat het absoluut zin heeft. Maar dat het natuurlijk altijd gaat om het samenspel van de maatregelen. Ik praat even recht vooruit, want anders dan horen ze niet. Dat het gaat om het samenspel van de maatregelen die je neemt. Als je een fysiek bedrijf wil beveiligen, dan is het ook niet alleen handig dat je een sterk slot op de deur hebt, maar ook dat je er misschien een bewaker neerzet, een alarminstallatie en camera's. Deze maatregelen die u heeft getroffen, beschermen je tegen een bepaald type aanval. Bijvoorbeeld, je raakt je telefoon kwijt en dat niet een kwaadwillende meteen mee kan kijken. De 2-factor authenticatie beschermt je erg tegen het feit dat als bijvoorbeeld op een website een database wordt gestolen met e-mailgegevens en inloggegevens, dat alleen die gegevens hergebruikt kunnen worden in een andere applicatie of een andere website om ook in te kunnen loggen. Dus ze helpen wel degelijk, ze helpen niet tegen het feit dat iemand je een gericht e-mailtje stuurt. En dan moet je vooral weer gebruik maken van bijvoorbeeld het gezonde boerenverstand, dat helpt al heel erg. Mm-hmm. Maar andere vormen van techniek die je daarbij kunnen helpen. Andere vragen? Poogd wordt om verkiezingen of anderszins politieke besluitvorming te beïnvloeden? Ja, dat vind ik een beetje een lastige vraag. Want ik ben uiteindelijk natuurlijk gewoon wel een directeur van een bedrijf met techneuten. En dit gaat veel meer over, denk ik, nationale politiek. Wat ik daar in ieder geval wel over kan vertellen, is dat bekend is dat met name in Rusland en in China het beleid van de overheid ook één op één samengaat met wat inlichtingendiensten aan activiteiten in het buitenland uitvoeren. En dat is niet, dat hangt met elkaar samen. En het feit dat de Chinezen hele goedkope, goede spullen kunnen maken, heeft vaak te maken met het feit dat ze niet zelf dat nou zoveel slimmer bedenken, maar dat ze het eigenlijk snel hebben gepikt ergens in het buitenland. Het zijn bijvoorbeeld voorbeelden van een bekende verffabrikant in Nederland die een niksdoend stukje grondstof in de verf heeft gedaan en een aantal maanden later in een Chinese verf potje, precies hetzelfde grondstofje ontdekt. En toen wisten ze wel hoe laat het was. Dus dit, ik denk zeker dat die dingen aan elkaar gekoppeld zijn. En veel meer op nationaal niveau. Dat ook een overheid bedenkt hoe zij uiteindelijk het beter kan laten gaan met haar economie. En als instrument daarvoor ook gewoon gebruikt de methode van hacking, criminaliteit, spionage, om daaraan bij te dragen. Wat is het spectaculairste geval van cybercriminaliteit dat u heeft meegemaakt? Ik bedoel, als je nou gewoon een politieagent bent, dan kun je zeggen, ja, ik was erbij toen de grote treinroof was of iets anders. Maar dat kun je iets bij voorstellen. Maar wat is nou uw
grootste geval geweest? Waar ik zelf bij ben geweest, of mag ik wel een spectaculaire case noemen? Nee, waar u zelf bij betrokken was. Ja, dat mag ik niks over zeggen. Nee, dat is heel flauw. Nee, zeg maar, ja, dat zijn verschillende. Degene die mij vanuit technisch perspectief nog het beste bijstaat, is een heel groot netwerk geweest van gehackte computersystemen die onder controle stonden van één cybercrimineel. En die hele infrastructuur die stond in Nederland bij een hosting provider. En die jongen, een Armeense jongen, had controle over een kleine 30 miljoen computersystemen in de wereld. En als ik zag hoe professioneel hij dat had opgezet en hoe per maand er een miljoen geïnfecteerde computers bij kwamen en wat hij daar allemaal mee kon doen en het businessmodel daarachter, ja, dat is wel echt heel indrukwekkend geweest. En miljoenen waren particuliere bedrijven, neem aan van alles. Ja, maar wat waren de revenuen voor hem? Ik bedoel, wat verdiende hij? Ja, wat deed hij daar precies mee? Nou, als je 30 miljoen computers onder controle hebt, wat doe je dan? Ja, nou, op zich een goede vraag, want dat is denk ik ook waar het uiteindelijk over gaat. Iedere computer kan weer informatie opleveren of kan een doel dienen. Wat hij bijvoorbeeld deed, is al die computers gebruiken om spamberichtjes te versturen. En daar krijg je op zich heel weinig geld voor per berichtje. Maar als je die 30 miljoen computers allemaal zo'n berichtje laat versturen, dan levert dat al gauw 30.000 euro per maand op, hè, voor één e-mailtje sturen. Maar wat ook heel vaak gebeurt, is dat geautomatiseerd bij wordt gehouden als je inlogt in een website waar je inloggegevens invoert of je creditcardgegevens invoert. En dat zijn gegevens die in de underground weer verhandeld worden en weer geld waard zijn, waar anderen dan weer geld mee gaan verdienen of die gegevens gaan gebruiken. Dus er zitten allerlei verschillende type modellen achter hoe je daar weer geld mee kunt maken. Hij is uiteindelijk, dat is wel ook een leuke vraag, in Armenië tot 4 jaar lang onvoorwaardelijke gevangenisstraf veroordeeld. Graag gedaan. Vraag daarachter in. Is er ook wel eens een Robin Hood hacker achtig persoon bij jou geweest? Dat je dacht van nee, deze wil ik eigenlijk helemaal niet achteraan gaan, maar ik wil gewoon diegene straffeloos laten gaan. Jazeker, maar dat heeft wel iets meer context nodig om, denk ik, te begrijpen. In de digitale wereld heb je allerlei vormen van hackers. De white hat hackers, de black hat hackers en een beetje de grey hat hackers. De witte hackers zijn de goede hackers, de ethische hackers. De zwarte hackers zijn de fouten. Het is een beetje een soort prehistorische film bijna, waarin die cowboys op elkaar staan te schieten. Wat je heel vaak ziet is dat jongens zijn het over het algemeen vanuit nieuwsgierigheid gaan kijken hoe techniek werkt en hoe je dat ook nou zou kunnen kraken. En daarbij proberen om te kijken of ze bij bedrijven binnen kunnen komen. Niet zozeer omdat ze daar nou iets kwaads in de zin hebben, maar omdat ze het willen snappen en willen kijken hoe ver ze daarin kunnen komen. Alleen het punt is dat daarbij op een gegeven moment het besef een beetje ontbreekt dat ze dan een grens overgaan en dat ze, voor je het weet, 2, 3, 4 stappen te ver zijn gegaan. Dit zijn we wel beter aan het organiseren in Nederland. We hebben inmiddels daar mooi beleid voor, wat ontwikkeld is door het Nationaal Cybersecurity Centrum. En dat heet het Responsible Disclosure Beleid. Dus er zijn veel partijen, mijn eigen bedrijf bijvoorbeeld ook. Dan kun je op de website lezen van, goh, je mag kijken of je ons kan hacken. Maar daar staan ook precies op wat de spelregels zijn. Dus als je iets vindt, moet je het melden, moet je het even stilhouden, moet je ons de tijd geven om het te repareren. Maar je kunt ook een beloning krijgen. Nou, en die spelregels helpen denk ik wel om dat wat meer te kanaliseren. Maar er zit natuurlijk niet echt een kick in. Daar zit ook zeker wel een kick in, want uiteindelijk kom je wel degelijk ook binnen. En het is vaak de uitdaging om te kijken. Het wordt vaak vergeleken in de hackerswereld. Veel hackers doen ook aan lockpicken. Dus ze vinden het ook heel leuk om niet zozeer naar een bedrijf toe te gaan te kijken of ze het slot open kunnen krijgen, maar gewoon een rij met 20 sloten op een tafel te hebben en te kijken of ze die dingen open kunnen krijgen. Ja. En daar halen ze wel degelijk ook de kick uit. De kick zit ook wel in het kunnen snappen hoe die techniek werkt en uiteindelijk hem dan toch iets te slim af kunnen zijn. Dit is nog steeds geen Robin Hood verhaal, geen Snowden verhaal, zeg maar. Het is nog steeds niet iemand die... Het is een hele andere discussie om meneer Snowden Robin Hood te noemen, maar... Ja. Nee, ja, ik snap wel wat je bedoelt. Of ik dat ken. Heb ik zelf niet meegemaakt. Ik zit ook even te denken of er een voorbeeld is. Ik ken zo niet voorbeelden dat iemand heeft gestolen van rijken / naar criminelen en dat uiteindelijk heeft gegeven aan de armen. Maar toch? Wat als, zeg maar, ik bedoel meer van, het is ook misschien een beetje gek dat politici alles helemaal willen verbergen, want dan kunnen ze ook weer daarbinnen dus alles doen wat ze willen. Het is meer van, het is toch ook wel goed om deels dat het open kan breken.
Omdat je dan zo'n Robin Hood verhaal bijvoorbeeld kan krijgen. Maar ik vraag me af of er... Van, waar ligt dan de grens van beveiliging voor jou? Van, ja, wat als er dus wel iemand komt die iets doet wat je eigenlijk wel goed vindt. Iets tegenkomt waar jij het ook niet mee eens bent. Dat je denkt van, ja, die crimineel hoeft... Dat het grote bedrijf zegt van, dit is een crimineel, want hij doet iets slechts. Maar eigenlijk is het grote bedrijf niet goed. Mag je hacken met de juiste intenties? Ja, je refereert meer een beetje aan een soort klokkenluider idee, of niet? Ja, dat blijft ook altijd wel lastig. Maar daar is denk ik in de digitale wereld dat niet heel veel anders dan in de fysieke wereld. Als iemand gewoon bijvoorbeeld kan aantonen dat er echt iets gebeurt binnen een bedrijf wat niet klopt. En of hij dat nou doet omdat hij digitaal toegang heeft tot die informatie of omdat hij dat een papieren versie heeft. Dan kom je denk ik wel in dit soort situaties terecht. Ja, ik vind het altijd wel vrij lastig, want ik ben 15 jaar lang politieman geweest, dus voor mij is recht redelijk recht. In de zin van wat mag staat, nou andersom, wat niet mag staat in de wet. En daar heb je in principe aan te houden, tenzij er een grote uitzondering is. Dus misschien vraag je het ook net wel aan de verkeerde. Ja, daarom was ik eigenlijk ook benieuwd wat jij erover zegt. Nou, ik kan misschien een andere kleine anekdote vertellen. Dat ik misschien toch een beetje een menselijke kant heb. Een van de eerste hackers die we hebben aangehouden is Ricky Gevers geweest. Die werd verdacht van het feit dat hij grote universiteitsnetwerken had gehackt. Niet alleen in Nederland, maar ook in Amerika. En destijds, in 2009, waren de Amerikanen er al wat happiger op om daar onderzoek naar te doen. Ik heb hem zelf uiteindelijk aangehouden. Maar uiteindelijk heb ik wel veel respect voor wat hij daarvan heeft geleerd. Hij heeft uiteindelijk eerlijk verteld wat hij heeft gedaan. Hij heeft ook de consequenties aanvaard. Is ook veroordeeld tot een kleine gevangenisstraf. In Amerika? Nee, in Nederland. Okay. Gelukkig. Anders was het allemaal wel wat vervelender geweest. En is nu een gerespecteerde security specialist. Die werkt bij een securitybedrijf in Nederland. En wij spreken elkaar nog regelmatig. En vinden het eigenlijk ook wel heel mooi om te zien hoe dat is afgelopen. Dus een interventie van de politie betekent denk ik zeker niet per definitie dat het verkeerd gaat. In zijn geval was het een wake-up call, waardoor hij uiteindelijk zijn hele carrière heeft kunnen draaien en het nu heel goed met hem gaat. En die helpt om ons allemaal wat veiliger te maken. Nou, dat is denk ik een mooi opbeurend verhaal om mee af te sluiten. Ja, ik weet niet of het antwoord was, maar ik vond het wel een mooi verhaal. Dank u wel. En tot ziens, hoop ik. Graag gedaan.